vandaag ga ik mijn favoriete van dit moment laten zien aan jullie in deze video. En normaal doe ik dat altijd met beauty dingetjes en dat soort dingen. Maar nu dacht ik, laat ik ook gewoon lifestyle dingen, eten, drinken, alles gewoon erbij doen. Waarvan ik heb gezegd de afgelopen tijd, hey, dit is echt lekker, dit is echt chill, dit is echt... You know what I mean? Op het moment dat jullie dit kijken, zit ik in het prachtige warme Italië. En op het moment dat ik dit film, is het echt weken terug gewoon, echt. Het is nu namelijk 10 juni dat ik dit opneem. Ik moet gewoon heel erg voorwerken voor mijn vakantie, omdat ik een maand op vakantie ben. Ik wilde gewoon video's voor jullie hebben, terwijl ik lekker op vakantie ben. Anyway, veel te veel gepraat, laten we beginnen. Ik ga maar gewoon beginnen met wat er bovenop ligt. En dat is namelijk mijn zonnebril, yay! Deze heb ik sinds kort... Eigenlijk, ik heb hem nu echt een paar dagen. Maar hij is nu al groot favoriet. En ik verwacht dat ik deze ook veel ga dragen in, op vakantie. Maar ja, dat weten jullie pas als ik, nou ja, als deze video online is. Ik vind hem super leuk met die kleurtjes zo. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Want het is maar net hoe het licht valt. Maar hij zit lekker. Ik vind het fijn dat hij hier wel iets donkers heeft, maar hier niet. Anders is het echt zo'n donkere rand soms om je ogen. Het is gewoon leuk. Ik vind hem gewoon leuk. Dan, rappapam, de Tangle Teaser. Ach man, wat hou ik van dit ding. De Tangle Teaser, voor de mensen die het niet weten wat het is. Dit is gewoon een haarborstel. En dit is heel goed voor je haren. Waarom? Een normale borstel heeft altijd de pinnetjes in een bepaald kussen. En daar blijven vaak allemaal haren achter. En ja, op die manier trek je heel snel je haren eruit. Dit zijn gewoon pinnetjes die uit één stuk komen. Je haar kan er niet echt makkelijk in verstrikt raken. Helemaal als je krullen hebt, heb je veel last van klitten. En is dit gewoon echt een uitkomst. Laat ik dan maar gelijk verder gaan met de drie andere beauty productjes die ik erin heb zitten. Ik begin met deze van Lush. En dit is de Body Butter Buff. En oh my god... Hij ruikt zo ontzettend lekker. Jammer genoeg is die bijna op. Want het was echt een heel groot blok dat hierin zat. En het is nu maar zo dun. Het is dus een scrub met bodybutter in één. Of eigenlijk een bodybutter met een scrub. Je haalt het over je lichaam heen als je hebt gedoucht. Als het nog nat is. En dan scrub je heerlijk. En het laat een vettig laagje achter. En dan spoel je die scrubdeeltjes eraf. En je huid blijft dan gewoon nog lekker vettig. Als ik iets kan aanraden van Lush. Dan is het Lemony Flutter. En Buffy. Nog iets dat ik echt heel erg fijn vind. Namelijk deze dagcreme van Louis Whitmer. Een tijdje geleden kreeg ik een paar producten opgestuurd van New Pharma. En zei ze, nou maak er maar een video van. Review ze. En dat deed ik. En ik vond de producten super fijn. Dat is echt niet omdat het gesponsord is. Maar dat vond ik gewoon echt. En toen ontdekte ik dus deze dagcreme. Nou, dit wordt echt mijn dagcreme gewoon. Ik ga hem gewoon elke keer opnieuw kopen. Ik weet dat die duur is. Maar je doet er super lang mee. En het is echt een hele fijne. En dan een make-up dingetje. Ja, het enige van make-up deze keer. De Yves Rocher lipstick van de Grand Rouge collectie. In de kleur 13 roze. Ik weet niet, ik kan het gewoon uitspreken. Maar oh my god, check this color, guys. Ik heb deze echt al meerdere keren laten zien. Meerdere keren opgehad in video's. Het blijft gewoon een mooie kleur. Het is echt zo'n berry kleurtje. Lekker roze, lekker een beetje niet te licht roze. En ik heb deze niet eens zelf gekocht. Ik heb deze gekregen in een goodie bag toen ooit. Ik gebruik deze gewoon echt superveel. En ik moet echt soms dat ik denk, oh, heb ik hem nou weer op? Moet ik nou weer een video gaan opnemen met dezelfde lipstick? Maar daar let ik wel een beetje op dat ik een beetje afwissel. Dan naar wat food en drinken. Mijn favoriete drinken is op dit moment echt wel citroenwater. Of spaarrood met een sapje erdoorheen. Vaak drink ik wel eens een sapje uit een pak. Wel in een glas, maar gewoon een sapje uit een pak. Weet je, van rosé of van spa-fruit. En dat vind ik soms zo zoet dat ik denk van... Ik hou er niet van. En laatst kocht mijn moeder een fles spaarrood. Geen idee waarom, want dat hebben we nooit. En toen dacht ik, hey, laat ik het dus mixen. En echt lovely gewoon. Je maakt gewoon van elk drankje een heel lekker... Ja, fris drankje met een beetje een sparkle erin. Dit is gewoon limonade met... Maar ik heb er ook wel eens gewoon citroen in en munt bijvoorbeeld. Echt, dat is super lekker gewoon. En ik drink heel veel muntthee. Sinds kort hebben we een muntplantje en echt die blaadjes gaan er steeds meer van af. En ik moet echt soms even wachten tot ze weer, zeg maar, aangegroeid zijn. Ik hou van muntthee, jongens. Het is zo lekker en natuurlijk gewoon... Ja, yeah, I love it. Nog een etensitempje. Helaas is het alweer de laatste. Misschien weten een paar van jullie het. Ik heb echt een zwakte voor Toblerone. Gewoon echt heel erg. En toen had ik op een gegeven moment zo'n reep gekregen van mijn moeder.
En toen deed ik het in dit leuke doosje. Al die stukjes, zeg maar. Het stond super leuk. Je kon het dicht doen. Super schattig. Allemaal chocolaatjes erin. Maar ja, die ging natuurlijk echt in no time op. En nu zit er nog maar één stukje in. En daar ga ik nu even van genieten. Speciaal bewaard voor deze video. En hier gaat hij, jongens. Het laatste stukje. Nou, dat was het laatste stukje van Toblerone. Nog twee dingen te gaan, dus laten we gaan doorgaan. Als eerste van de twee dingen. Happy Life van Masha. Ik heb net het boek gekregen van mijn zus. Echt super bedankt nog. Want ik weet denk wel dat je kijkt. Dit was eigenlijk meer gewoon als, ja, voor mijn examens, weet ik wat. En ik wilde hem heel graag. Ik wilde hem eigenlijk zelf wel bestellen. En toen kwam zij er opeens mee. Ik heb hem al uit ondertussen. Ik heb hem gisteren uitgelezen. En ik vond hem echt heel erg inspirerend en leuk. Om te zien wat zij, hoe zij denkt over dingen en zo. En, vooral met haar opleiding. Als achtergrond, zeg maar, vond ik het echt heel erg interessant. En als laatste alweer, deze White Musk olie. Deze kocht ik op de Albert Kuipmarkt in Amsterdam. En dit is ook gelijk mijn favoriete geur, gewoon in tijden. White Musk is sowieso al een favoriet van mij. Mijn hele kamer ruikt gewoon super lekker. 'S Ochtends vroeg, meestal dan doe ik een paar druppels erin, 1 of 2. En steek ik hem aan en dan ruikt mijn hele kamer gewoon de hele dag heel erg lekker. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Deze komt van thepaperbowl.nl. Dus daar kan je ze ook bestellen. Heb ik geen ervaring mee, maar misschien ga ik dat nog wel een keertje doen. Dat was alles. Dit waren mijn favorieten van deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hebben jullie nou vragen of iets over al deze dingen? Laat het zeker weten in de reacties. En vertel wat jouw favorieten zijn, want dat vind ik leuk om te horen. Geniet lekker van je warme dag, want het is hier echt super warm nu. Het is nog maar juni, maar en ik weet natuurlijk niet hoe het is, hoe het weer is in juli. Misschien regent het wel de hele tijd. Maar nu is het heel erg warm. Ik ga vandaag lekker de stad in. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!